Kom even zitten. Gaat u lekker op de bank zitten? Nee, heel goed, heel goed. Zo! Ja? Wel drie verschillende. Ja, ja, heel leuk. Dankjewel. Ja? Dankjewel. Ja. En we gaan ze even met u nabeschouwen. Het is een soort voetbalnabeschouwing wordt het even. Ja. Waar is ze gescoord? Waar is ze tegen de paal geschoten? Helle Huuk, ik begin bij jou. Ja, zo, maar ik denk, hoe vond je zelf dat het ging? Is dat zo'n... Ja, ik leer soms slecht, want het is altijd dat ik gewoon veel te veel vragen heb. Terwijl in die 10 minuten moet je inderdaad eigenlijk voor één ding. Maar ik vond het gesprek zelf prettig en ik vond ook wel dat de antwoorden kwamen. En leg nog even uit, want dat is natuurlijk goed om dat nu even met elkaar te openbaren. Wat was exact ook weer de doelstelling? Wat wilde je eruit halen? Nou, ik wilde dus weten inderdaad, ik dacht van ik ga iets meer de politieke kant op. Ik ben eigenlijk benieuwd of je zelf hebt bedacht van nou, hier wil ze heen. Wat wil ze eruit halen? Nou, jij zat heel erg op dat CCS en is dit maatschappelijk niet heel erg complex. Dus hoe krijg je mensen mee om dit soort complexe dingen te doen? Ik had het idee dat je daar naartoe wilde met een hele leuke intro van we gaan er even over Prelude laten vertellen, maar daar werd je al heel onrustig over toen ik daar heel enthousiast Je begon helemaal het hele probleem. Je zag mij schuiven. Ja. Nee, het was inderdaad mijn idee dat ik dacht van ja, dit is wel, ik vind het wel een taboe onderwerp eigenlijk. Hè? Dus inderdaad is het wel iets waarvan je ook denkt van nou ja, weet je, technisch moet je hier gewoon naar kunnen kijken. Daarnaast heb je inderdaad het emotionele verhaal dat mensen het dus toch wel eng vinden. En is het wel bewezen technologie? En moet eigenlijk de politiek hier gewoon weer naar kijken? Daar wilde ik jou iets ontlokken van. Nou ja, dit is ook een taak voor de politiek om wel op te pakken. Want anders redden we het niet met die uitstoot. Ja. Dat was mijn opdracht. En u, dat heeft u ook in uw andere interviews. U zegt dan heel vaak, daar moeten we het gesprek over aangaan. Samen, hoewel samen. Het volgens mij toch voor u ook wel vrij snel duidelijk was wat ze eigenlijk bij u naar buiten wilden halen, toch? Namelijk, het CO2 is een soort taboe onderwerp. De overheid zou de ballen moeten hebben, u werd zelfs ook nog op die wijze aangesproken, om te zeggen dat is helemaal niet zo gevaarlijk, dat moeten we juist wel voor kiezen, want het is nodig voor de toekomst. Nou, maar de overheid heeft dat ook in een energieagenda gepubliceerd, dus dat hebben ze al gezegd. Ja, maar nu moet het dus nog wel gebeuren. Ja, maar ik vind... Nou ja, even namens die overheid. ik ben er helemaal niet zo trots op. Je hebt dat boekje gelezen voor het gepubliceerd werd. We hebben het wel eens over gehad. En ik ben er eigenlijk helemaal niet zo trots op. In de zin dat wij als overheid helemaal niet hebben aangedurfd. Er zijn goede redenen overigens voor, hele goede redenen. Om gewoon een paar pennen op de kaart te zetten. En te zeggen, hier slaan we dat gas dan, dat CO2 dan op. Dus nee, en dat heeft overigens mee te maken dat ik, spreek even vanuit mijn eigen persoonlijke visie, vind dat CO2-opslag... door met name de fossiele brandstofenergie-industrie, onder andere Shell, iets te makkelijk wordt aangegrepen elke keer om weg te duiken voor die echte opdracht. Je haalt de driver weg. En het laatste wat je als overheid wil doen, althans wat ik als overheid zou willen doen, is hen dat excuus op een presenteerblaadje aanreiken. Dus nou ja, daar zat het dus. Dus de overheid heeft juist heel terughoudend gezegd, nou, we weten het niet helemaal, het zal wel ooit een keertje moeten, maar... En toen niks. En daar wilde Hella volgens mij op doorvragen van verrek, moet dat nou niet gewoon hard? We zitten nu ernaast, dus we kunnen nu gewoon vrij praten, zou maar zeggen. Ja. Het gaat natuurlijk om dat u volgens mij natuurlijk vrij snel doorhad wat hier het delicate was van de vraagstelling. Als u daar heel hard op had gezegd, ja, de overheid zou daar eens een keer ballen moeten tonen, dan is dat lobbytechnisch met alle gesprekken die u aan het voeren bent, is dat niet handig. Dus wat is het moment dat u eigenlijk in zo'n interview weet waar ze naartoe wil en dat u ook voor zichzelf beseft, tot daar ga ik en niet verder? Nou, ze ging heel duidelijk richting CCS en de maatschappelijke complexiteit. En dus ja, toen had ik wel zoiets van, nou, dat wil ze graag weten. Ik had niet zo... Ja, het gaat mij om dat u dat beseft, maar wat u toen voor jezelf bepaalde, tot hoever ga ik haar de antwoord op geven? Ja, ik denk dat ik het antwoord heb gegeven over waar het op het moment is en wat ik graag zou willen dat er gaat gebeuren. Ja. Ja, dit gaat ik vraag natuurlijk, want het gaat natuurlijk ook om, u heeft een belangrijke positie, dat u in zo'n interview, dat maakt het ook spannend om met u in gesprek te zijn, permanent al die belangen en alle consequenties moet doorzien. Ja. En dat was in dit interview, vond ik dat best voelbaar. Ja. U ook? Ja. Ja? Okay. Ja. Het andere aardige is, wat, bij u, wat ik opvallend van dit interview is, Hella ging er vrij takken in. Dus zij bepaalde het ritme en de sfeer. Ja. En dat zou ook best als overweldigend kunnen overkomen. Hoe heeft u dat ervaren? Ja, en dat is denk ik nog wel een beetje mijn zwakke plek, is dat ik daar vaak in meega. Dus dat je dan antwoorden gaat geven. Maar ze ging wel, ze verkende één onderwerp, zeg maar. Ze ging niet... Nee, maar raakt u geïrriteerd als u elke keer halverwege een antwoord gewoon inbreekt onder het motto, ik vind dat het minst interessante gedeelte, hoog tijd voor een nieuwe vraag?
Ja, nee. Ik, aan de ene kant ben je dan een beetje bezig met van, goh, hoe nieuwsgierig ben je nou eigenlijk naar die vraag? Want je stelt die vraag, maar blijkbaar wil je het antwoord helemaal niet horen. Maar heb je of een soort, ander antwoord. Heb je een soort flow en wil je daarheen? Ja. Dus dat voel je wel. Van, goh, dit was niet jouw vraag waar je eigenlijk een antwoord op wilde. Maar ja, je moet ook meegaan in het gesprek, vind ik. Dus als er op een gegeven moment geen interesse is aan de andere kant van de tafel om het hierover te hebben, dan... Nee, maar dit is natuurlijk het spanningsveld tussen de interesse van u denkt dat is handig om die naam Michel nu op tafel te leggen en ten opzichte van een andere interesse die van die kant komt. Ja. Maar nee, maar ik wou u daar eerder een compliment geven. Had ik het daar beter kunnen doen. Nee, ik wou u in die zin een compliment geven. U wekt geen moment de indruk dat u van de leg raakt of uit uw comfortzone wordt gedreven. Dus dat is juist heel knap, vind ik. Dan gaat iemand takken erop. Ja. Nou, fijn. Ja, maar we zijn er nog niet, hè, bij de nabeschouwing. We hebben nog steeds. Jeroen Smit. Wat ik er zelf van vond. Ja, teleurstellend. Waar zat hem dat in? Tijd. Ja. En de lat hoog leggen. Waar ik op hoopte, ook een beetje door vleierij in het begin, dat er toch iets van een ontboezeming zou komen dat u zich zorgen maakt. Ja. En dat het gewoon echt niet goed gaat met Shell. Want hoe je het ook went of keert, als je de geschiedenis van Shell, het is nog nooit zo slecht gegaan in termen van imago. Nee, er wordt geld verdiend, maar gedoe met die aandeelhouders, moet geld geleend worden om een dividend. Dus er zat een ontzettende druk op die discussie met duurzaam. En een hoop mensen wantrouwen Shell, hè? Dus dat het kamp van de kwaadwillenden. Volgens mij is dat onontkoombaar. En wat ik op hoopte, maar goed, dat is natuurlijk lastig. Dat iemand die verantwoordelijk is om dat op te lossen, dat probleem, dat onderkent. En zegt, ik maak me daar ook zorgen over. Maar het is natuurlijk logisch in een leidende rol, weet ik ook wel, dat het natuurlijk allemaal goed komt. Hè? Nee, maar daar ben ik het dus niet met je eens. Want we gaan niet inhoudelijk nadoen, hè? Oh, we gaan niet inhoudelijk nadoen. Ik ben het gewoon niet eens met dat het met Shell niet goed gaat. Ik voel het echt van binnen. Maar de baas zelf vindt dat het niet goed gaat. Nou, volgens mij niet, hoor. Het gaat hartstikke goed, vind ik. Als je kijkt naar wat we het afgelopen jaar gedaan hebben. Imago ging het even om. Ja, het gaat over de beeldvorming. Het gaat over het in de kamp van de kwaadwillende terechtkomen. Want dat doet echt, dat moet pijn doen. Ja. Dat is niet altijd bij Shell. Nee, maar dat is dus het stuk tussen van wat vind je zelf? Ja. En hoe komt het over? Dus perceptie. Ja. En daar ging je op een gegeven moment heen van, ja, hoe kan je daar nou verbeteringen in aanbrengen? Zodat wat mensen zien ook klopt met wat jij binnen het bedrijf beleeft. Ja. Vindt u, hij geeft natuurlijk in zijn eerste drie vragen, in zijn verleidende fase noem ik het maar even, komt hij een aantal keren met het woord liefde op te proppen. En u kiest er nadrukkelijk voor om op geen enkele wijze dat woord over te nemen. Nee. Ja, een goede relatie, of fijn werk, of trots. En dan haalt het drie keer. Maar u weigert het woord liefde, wat u drie keer in de mond probeert te leggen, over te nemen. Ja, nou moet ik zeggen, dat was niet echt strategie. Ik vind het woord trots beter passen dan liefde. Ik vind, u houdt gewoon niet van Shell. Verliefd, nou, weet je, verliefd geeft voor mij ook zo'n indruk als dat je minder kritisch bent. Of dat je verblind bent door iets of wat. En ook van, u bent verliefd en u bent gekleurd. En zo voel ik het niet. Ja. Weet je wat heel grappig is? Als mensen moeten nadenken en iets uit hun geheugen willen putten, dan gaan ze naar beneden kijken. Als mensen iets creatief moeten bedenken, dus meer hoe wil ik het zeggen, gaan ze naar boven kijken. Wat doet u, denkt u, het meest tijdens een interview? Naar boven of naar beneden kijken? Oh, daar heb ik nog nooit op gelet. Naar boven. Naar boven? Naar boven, ja. Heel veel naar boven. Ja. Ja. Ook weer een compliment, hè? Ja, weet ik niet. En dan komt nu de snack. Ja. Nee. Maar even Jeroen, even... ik vond, waren beide alle spannende gesprekken. Jouw gesprek ook. Heb je dan nog op een gegeven moment dat je in zo'n gesprek denkt, die lijn lukt niet helemaal, ik moet een koersverlegging doen of een omweg? Ja, te laat. Ik had uiteindelijk aan de voorkant heb ik nog bedacht, van, zal ik vol inzetten op de kinderen? U heeft toch kinderen? Ja. Ja. Kinderen. En wat had je daar dan mee? Toen schrik je. Nee, kinderen, toekomst. Kijk, de kinderen moeten leven in de wereld die Shell nu wel of niet zich over ontfermt. Dat zijn onze kinderen vooral die daarmee verder moeten. En die scenario's zien er tamelijk zorgwekkend, zeg ik dan maar even voorzichtig uit. Dus ik had achteraf gezien, denk ik, misschien, ik weet niet of het gewerkt had hoor, eerst moeten inzetten op de kinderen. En dat u zich zorgen maakt over de toekomst van de kinderen, het klimaat, de wereld waarin ze terechtkomen. En dat u met man en macht bezig bent daar een oplossing voor te verzinnen. Dat was misschien een betere strategie geweest, achteraf. Maar je zou om dat te beoordelen. Ik wil even nog één reactie ter afronding van deze. Had dat kunnen werken? Dat ligt eraan waar het heen gaat. U houdt wel van uw kinderen. Ik vind het wel een heel leuk. Ik haal natuurlijk heel veel van mijn kinderen. En ik kom net van een kerstvakantie. Mijn dochter studeert even een paar maanden in Zweden en doet energievakken.
als onderdeel van de werktuigbouwstudie. En is dus helemaal geïntrigeerd over energie en de toekomst. Lange discussies aan de eettafel over waarom nou eigenlijk geen kernenergie. Dat, hey, dat moet je aanspreken. In Zweden nog een ja, en dat vind ik hartstikke interessant. Dus die nieuwe generatie is er heel erg mee bezig. Die zijn daar druk op. Daar krijg je kritische vragen van. Die houden je scherp. Maar merk je dan als ouder dat je eigenlijk het wel eens heel lastig vindt als je het nauwelijks nog aan je kinderen kan uitleggen? Zit daar een soort pijnlijk moment in dat je denkt... Nee, nee, dat vind ik niet. Het is wel altijd een hele brede discussie. Ik bedoel, leg energie maar eens uit aan de mensen. Hè. Het zit zo overal in verweven en in economie. Dus het wordt altijd een brede en een lange avond, zeg maar, hè, aan de eettafel. Maar ik vind dat je wel kan begrijpen waarom we nu zijn waar we nu zijn. We hebben gewoon die unieke situatie dat we 100 jaar met z'n allen op fossiel hebben gedreven. Dat zit overal in en dat moet je weer eruit trekken. Dus ik vind dat niet moeilijk om vanuit daar te zeggen en wat gaan we eraan doen. Oké, dan gaan we naar Diederik Samson. Ik wil natuurlijk eerst even weten, je weet natuurlijk nooit wie je komt interviewen, maar wat dacht u toen u het hoofd van Diederik Samson de hoek zag komen? Yeah. Ja. niet iets van oei ook? Nee, nou nee, ja, nee. Ik was heel wel geïnteresseerd van wat hij ging doen, maar ik vind het een hele eer dat je mij wil interviewen. Goed, tot zover de vleierij, ja. Nu naar de dingen. Hier ook weer, eigenlijk laat ik wel een lijn in die interviews. Ze pakt ook niet zo mooi op elkaar door. Hè? Dus het ging natuurlijk, de focus lag natuurlijk heel erg van waarom pakt Shell niet een bepaalde voortrekkersrol op? En dat counterde u het meest met daarover gaan we het gesprek aan. Wat niet zo heel veel zegt meteen over uw leidende positie. Dat doen we samen. Ja, ja. Maar dat bleef een soort heen en weer duwen. Het was duidelijk wat hij van jullie vroeg en het was ook duidelijk hoe u dat counterde. Ja, en het is gewoon een vraag die ik heel vaak krijg. Dat mensen zeggen van als jullie het nou een Shell maar doen, dan is het probleem opgelost. En ik probeer toch elke keer uit te leggen, natuurlijk doen wij mee. Natuurlijk mag je van ons verwachten dat wij meedoen. Maar wij kunnen alleen investeren als een hele samenleving besluit die kant op te gaan. En wij gaan ons daar ook voor inzetten. Hè, om die samenleving te zeggen van moet dit niet en kan dit niet. Maar ik vind het te kort door de bocht om te zeggen, investeren jullie als Shell er nou maar in, is ons probleem opgelost. Zo simpel is het niet. Diederik, ik kom bij jou even uit. Je begon natuurlijk, ik weet niet of je het zelf doormerkeert, de klok, de eerste vraag duurde 1,5 minuut. Ja, dat was veel te lang. Die was veel te lang. Toen dacht ik, dat wordt een monoloog met af en toe een hinderlijke onderbreking van mevrouw van Loon. Ja, dat had ik halverwege die monoloog ook door. Maar, ik moet toegeven, je herpakte jezelf. Had je dat voor jezelf ook door, dat je denkt, nu moet ik wat meer... Ja, ik probeerde natuurlijk ook iets te doen, wat Jeroen, maar die is interviewer, dus die deed dat veel slimmer dan ik. Maar je probeert iemand in eerste instantie even mee te nemen in waar je naartoe wil. Ja. Maar ja, dat deed ik met... Ja, politicus, dus ben je aan het woord. Het enige wat ik kan. Het enige wat ik goed kan, heel veel praten. Nou, daarom heb ik ook die baan niet meer. Maar even... Dus, maar goed, dat had ik inderdaad wel een beetje door. Zelfs aan de zaal hoorde ik het al na een minuut. Dacht tenminste, nou, ik ga nou een vraag stellen. Ja. Heel terecht, zaal. Dus, maar goed, het probleem voor mij was natuurlijk dat ik in 10 minuten niet zozeer probeerde om een interview af te nemen, als wel in 10 minuten de strategie van Shell probeerde te veranderen. Ik geloof niet dat lukt voor een zaal in 10 minuten in de Bali. Dus ik ben nergens gekomen. Maar het was wel, ik heb het wel heel erg naar mijn zin gehad. Dat hielp wel. En ik vind wel, misschien ter verzachting, er is wel iets gaande. Ook bij Shell. Alleen waar ik naar zoek is natuurlijk de houding van Elon Musk. Om maar iets, om een uiterste te noemen. Hè, Tesla, die gewoon zegt, we wachten helemaal nergens op. Wij maken gewoon elektrische auto's en jullie zullen ze leuk vinden. En verdorie, het lukt. En dat kan Shell ook veel meer, daar ben ik van overtuigd, dan wat jullie nu laten zien. Dat is mijn, en dat, die overtuiging, dus in die zin was ik natuurlijk helemaal geen interviewer. Maar waardeloos interviewer. Nou, niet zo, zo komt het. Wat ik spannend vind, is als je naar zit te luisteren, is het was van beide kanten voorkomen duidelijk waar jullie stonden. En dan kan je aan de ene kant zeggen, ja, dat schuift niet op in een interview, maar het bleef daardoor toch ook wel weer spannend. Dus je was aan het beide aan het duwen, uw positie ook. Heeft u ergens nog, bent u ergens in de buurt van verleiding gekomen om iets anders te zeggen dan u nu gedaan heeft? Was er ergens een moment, het was natuurlijk wel duidelijk wat hij wilde. Aan de lopende band. Ja, nou, wat ik graag nog meer had willen doen is toch wel uitleggen wat er wel gaande is. Dus dat proces van kijken op landenniveau en dat we daar heel serieus bezig zijn, dat we daar...
heel actief ook op landniveau met de mensen die daar dan in meespelen. Die strategie voor dat land proberen te... Dat is echt wel iets wat we de afgelopen jaren hebben ingezien. Dus daar is wel veel gaande. En dat brengt ook binnen een bedrijf als Shell natuurlijk van alles gaande. Daar bubbelt van alles, daar loopt van alles. Hele leuke gelegen opportunities, projecten die daaruit zitten te komen. Dus er is heel veel gaande. Dus ja, dat had ik graag nog beter uit willen leggen. Maar eigenlijk. Ik heb toch de idee dat u daar op het laatste moment toch nog de kans voor gegrepen heeft om daar toch nog iets over te zeggen. Ja, als ik mijn zin mag afmaken, dan zetten we er wat komma's enzovoort bij. Hè? Ja, in die zin moet ik je wel teleurstellen, dat was meteen ook de allerlaatste. Want we zijn door de tijd heen. Ik wil een hartelijk warm applaus voor Jeroen Smit, Hella Huuk, Diederik Samson en dames en heren Marjan van Loon. Dank jullie wel. Blijf even rustig zitten. Ja. Blijf rustig zitten. Dat komt u allen toe, dit applaus. Nou, we hadden de 4 afleveringen afzitten. Dat was het langste applaus tot nu toe. Dus, ik dank jullie natuurlijk alle hartelijk voor hier langskomen. Ik zou zeggen, pak de agendas weer erbij, want 26 februari zijn we terug. En dat is zo spannend, al was het maar omdat we nog geen gast hebben. dus daar gaan we hard mee aan de slag. Maar als het een beetje in de lijn ligt met de vorige 4 gasten, dan gaat het helemaal goed komen. Hoop dat u er weer bij bent. En u weet het, het belangrijkste deel van dit programma gaat bijna namelijk nu plaatsvinden. De bar is open. Tot zometeen. Dank jullie wel. I feel so weird.